Eerst het materiaal nog uitgebreid testen en daarna een proefrondje rijden over de vismarkt. Dat deden Sanne Orenbeek en Lianne van der Brand nog voor de start van hun 8350 kilometer lange fietstocht naar Nepal. De studentes proberen in 195 dagen de plaats Barahatpur te bereiken en geld in te zamelen voor Stichting Didi. Met het sponsorgeld gaat de stichting een huis opzetten voor slachtoffers van vrouwenhandel en huiselijk geweld in Nepal. Sanne en Lianne staan vierkant achter het project. Ik ben al lid van Stichting Didi en de Stichting Didi is in april opgezet met een aantal enthousiaste studenten. En ik was dit jaar klaar met studeren en toen heb ik Sanne aangesproken van goh, heb je zin om naar Nepal te fietsen? En zo is het eigenlijk gegaan. Ja, en Sanne, waarom vond je dat zo leuk om naar Nepal te fietsen? Omdat het lijkt me echt een geweldige manier van reizen en lekker bezig zijn in de natuur en voor het goede doel. Een goed doel waar ik trouwens heel erg voor 100% achter sta. Dus daarom wou ik wel heel erg graag mee. En Lianne is hartstikke leuk om mee te fietsen. Om het avontuur tot een goed einde te brengen, hebben de vriendinnen uitgebreid getraind. Verder hebben ze natuurlijk een enorme berg bagage bij zich. Tent, slaapzak, matje, kookspullen. We zijn gewoon volledig zelfvoorzienend. En genoeg warme kleding, maar ook wel wat luchtige kleding. Veel fietskleding. En reparatiespullen natuurlijk, als het niet kapot gaat. Ja, heb je al goed geoefend ook met repareren of dat nog niet? Ja, we hebben verschillende cursussen gevolgd. Dus als het goed is kunnen we de hele fiets uit elkaar halen en kunnen we die ook weer in elkaar zetten. Dus dat moet goed komen onderweg. De fietsters denken dat ze tijdens de inspannende reis veel steun aan elkaar zullen hebben. Hoe gaat dat met z'n tweeën, zo'n lange reis? Komt het allemaal wel goed, denk je? Tuurlijk wel. Af en toe een beetje ruzie moet ook kunnen. Ja? Blijven twee vrouwen bij elkaar, hè? Ja, dat maakt het heel speciaal, begrijp ik. Nou ja, twee vrouwen natuurlijk speciaal voor Stichting Didi, wel het vrouwenhuis opzetten in Nepal. Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Vrouwen voor vrouwen. Dus dat is het idee. Op eigen kracht vooruit op de fiets. En die vrouwen moeten natuurlijk ook op eigen kracht weer hun doel halen en weer een zelfstandig leven opbouwen. Na de lange voorbereiding en het soms zelfs emotionele afscheid van familie en vrienden zijn de dames er helemaal klaar voor. Het eerste deel van de route door Oost-Europa, daar volgen we gewoon een bestaande fietsroute. Dat heet de Limes-route. En die loopt door Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. En tot en met de Zwarte Zee. En daarna gaan we door Bulgarije naar Turkije. En in Turkije gaan we kijken of we nog Iran ingaan. Hoe de situatie is bij de grens van Turkije en Iran. En anders gaan we vliegen van Iran naar India en dan vanaf daardoor naar Nepal. En om 3:00 werden de dappere fietsters door burgemeester Wallagen weggeschoten en kon het avontuur beginnen. Wie Sanne en Lianne nog wil volgen op hun reis of nog wil sponsoren, kan terecht op de website www.bandenvolmetwind.nl.